First Lady Melissa Santokhi Sinha-Cherry heeft uit handen van schrijfster Indrahu Ramdas het boek Voorlichting aan kinderen en jeugdigen over het coronavirus en COVID-19 ontvangen. Deze overhandiging vond plaats op het presidentieel paleis. First Lady Santokhi Sinha-Cherry is erg ingenomen met dit boek, te meer omdat zij momenteel bezig is met een televisieprogramma met jongeren. Dus prima. Zoals beloofd, het zal deze maand uitkomen. Dus dan fijn dat ik dit heb. Zeker ga ik het meenemen. Ik heb morgen of van de week nog het programma met UNICEF. Waar wij eigenlijk gaan bespreken hoe de kinderen zich voelen. En niet alleen de kinderen, want wij ouderen, het zijn dezelfde gevoelens. Ja. En dat we dat gaan leren herkennen. En dan als je hem eenmaal herkent, wat kan je doen? Om je weer eigenlijk eruit te halen. Om jezelf op te peppen. En dat is gewoon zo basic dat het van klein tot groot gedaan kan worden. Dus dat zou ik zeker meenemen in dat programma. Hartstikke bedankt en bedankt voor het initiatief. We hebben het gedacht. Ik denk dat is dan telepathisch al, maar jij was me voor. Nou, geweldig. Waarom heeft u ervoor gekozen om het aan de First Lady te overhandigen? Op dit moment worden wij geteisterd door natuurlijk COVID-19. Zoveel zieken. De First Lady die is op dit moment bezig met een programma, haar eigen project. En het past helemaal erin, denk ik. Maar daarnaast wilde ik het al heel graag aanbieden aan de First Lady. Waarom? Omdat wij in Suriname overal en nergens zien. Binnenland, dan ook de stad, dat er zoveel zieken zijn, zoveel besmettingen zijn. Nou, ik heb het geschreven en het is belangrijk dat iemand, de hoogste persoon in het land, dat die wel weet dat wij burgers, dat niet alleen zij vechten om uit deze situatie te geraken, maar dat wij burgers, zoals ik een schrijver, dat wij ook nadenken en denken hoe kunnen wij meehelpen. Om te ontmoeten. Het was heel leuk. Ze heeft ons met alle eer ontvangen. En dat vond ik wel leuk van haar. Dat ze het met alle blijdschap is gekomen. Dus dat vond ik wel leuk. En jullie hebben dat boek Voorlichting over het coronavirus voor kinderen overhandigd aan mevrouw, aan de First Lady. Ja. Heb jij dat boek al gelezen en wat weet je over het coronavirus? Ik heb het boek al gelezen en wat ik weet over het coronavirus is, het is een gevaarlijke ziekte en we moeten booster raken. Dus ik zou zeggen aan de samenleving, draag je mondkap, was je handen. Als je geen water hebt en zeep, ontsmet je handen dan met alcohol. Ik vind het heel leuk. Ik wist eerst niet wat de First Lady was, dat de eerste mevrouw op het aarde. Maar nu weet ik dat de mevrouw is van de president. En jij hebt ook het boek gelezen, Voorlichting voor kinderen over het coronavirus. Wat weet jij over het coronavirus? Een virus is een klein dingetje die je niet met je blote ogen kan zien. En je moet je mond- en neusbedekking aantrekken. En als je geen handzeep hebt of water, moet je met hand sanitizer doen. Als je toevallig hebt.